Allen van harte goedendag, kijkers. We zijn er weer met een nieuwe aflevering van Tori Fu Awiki. Wat houdt Tori Fu Awiki in? Tori Fu Awiki is het programma waarbij we u vanuit het kabinet van de president verslag doen wanneer er een regeringsraad is geweest. De regeringsraad, dat is in principe een uitgebreide versie van de ministerraad. Dus alle ministers zijn aanwezig, de vicepresident en de president. Deze meeting staat altijd onder leiding van de president. En bij afwezigheid, dan is de vicepresident er die de leiding heeft. Maar dan heet het in plaats van een regeringsraad, een ministerraadsvergadering. Alright. Wat er daaruit zijn besloten? Er zijn een paar dingen. Vandaag hebben we een rustiger schema gehad, vrij intens, maar met minder items. Er is een terugblik geweest van 2 jaar, dus dat ga ik met u delen. Er is een crisismanagement team bij de EBS, dus we gaan kijken waarom. In het verlengde daarvan is er gesproken over de energietarieven. We hebben daarbij de minister die zijn views erover heeft laten gaan. Maar we hebben van de heer Dave Abeleven een interview afgenomen, zodat hij u precies kan vertellen hoe het zit met de energietarieven, wat de opbouw is van de tarieven, het waarom daarachter, dat gaan we u ook niet onthouden. En dan praten we met minister Ramsaran, wanneer hij ons vertelt hoe dat stukje financial inclusion eruit zal moeten zien. Nou, het eerste waarmee ik wil beginnen is de terugblik. 2 jaar regering Santokki Brunswijk. 25 mei is altijd een bijzondere datum in Suriname. Omdat op 25 mei u naar de stembus gaat en nu bepaalt hoe de toekomst van het land er voor de komende 5 jaren uit gaat zien. Er zijn mensen onder ons die het niet eens zijn met die 5 jaren en van tijd tot tijd het besluit hebben genomen om de zittende regering omver te werpen. Dat kent onze geschiedenis. En als dat niet gebeurt, dan hebben we gewoon 5 jaren regering. De laatste periodes, zeker de laatste 20 jaar, zijn een beetje rustiger geweest. En daarvoor zijn we God dankbaar dat we met z'n allen volwassener zijn geworden. En dat we met z'n allen meer respect hebben gehad voor de democratie. De democratie bepaalt dat er een regering daar staat, gevormd door de heer Santokki en de heer Brunswijk. Nu zijn we 2 jaar verder. Niet 2 jaar verder van de verkiezingen, maar 2 jaar verder in principe. Nee, ik zeg het omgekeerd. We zijn echt 2 jaar verder van de verkiezingen. Niet 2 jaar verder van de machtsovername. De machtsovername, de inauguratie van president Santokki, vicepresident Brunswijk, was op 16 juli 2020. Het zou in feite ergens in augustus moeten zijn, want dat is de reguliere periodisering. Maar lik fou sabi. Maar deze regering heeft de macht eerder overgenomen omdat de vorige regering niet in staat was om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Nu, er is overgenomen. U zat vorig jaar de tendies, dat met een video, dat prata video naar ons, een video pe u aksunu voor hoor patiëntie. De titel van die video was ook hoor patiëntie. Bij dat stukje hoorpatiëntie hoorde een verhaal, in principe bijna zo'n begeer zo'n horror movie, waarbij we uit een diep dal moesten klimmen en het gat, het economisch gat, moesten vullen en de woestenij die daar was, moesten omspitten om ervoor te zorgen dat er vruchtbare grond is waarop wij konden planten. Die vruchtbare grond is gecreëerd en er is geplant. We hebben een herstelperiode achter ons. Ik vond het geweldig dat de president zijn persconferentie 2 jaar regering is begonnen met een woord van dankzegging aan de bevolking. Want zoals hij Geersta Gralanti niet begreep precies. Sana de offer sa you lek borgu fu saranang emeki. Sana de principe you etai yubere. Sana de sansa you nemandu omdat je moest hoor rekening tak ten komoro tranga. Misabi. Die verkiezing bij de, we draaien op hoe we zitten, we zitten. Voor zijn verkiezing, we leggen uit wat pistoetak. If a regering die stalen niet. Ik weet dat u zich kunt herinneren, doe schrijf een brief naar IMF. Dat ik, hey IMF, hoor is Spanjano. De man is onverantwoordelijk. If je talen de mamoni, tekelo tekunu, unoma los af. Precies dat is wat we de afgelopen periode achter ons hebben gehad.
De naweeën van die tekkel zou op waarschuwen dat de regering dat talen problemen komt. Jompo gooi naar lentori ifa. Omdat men aangeeft dat het lenen niet verkeerd is. En men heeft groot gelijk. Lenen op zich is niet verkeerd. Als je verdient zo voor u, je mag len, want het is zo minder leuk dat je want die stap dat je maar los af. Maar je kan verdienen zo voor u, de len zo voor u, want die normaal los af. En wat geldt voor u thuis in uw portemonnee, geldt voor het land. Als je lekker kon er een failliet, als je lekker kon er een probleem, we hebben daar al lang. Ik heb een deel zo groot aan de IMF om me te kopen bij man. Tegomit 2035. Ze hebben voor wat doen om te zien. Na een feit dat een vastval bij de pijman, zoals uit eigen besparingen, zou ik haar prudent beleid. Terwijl je eens met dat prudent beleid, dan aan de andere taki. Prudent beleid, want dat je lukt wat je geeft uit. Je taibere wansi, je hoorspanja. Ye hori blodrape. Ye lukuta kapasidis ima mekima inuma meka moro langa pasida kumeka shatua ifa. Da bakatuma da we meka langa wang. Ye hori spandrape. Te yumus doro takyo gi futsal hulup wan problem de. Da yo prata futsal hulup. Da yo lukuta oki sana moro efficient fasifami kan guadat si dan prata hulup. Alla de sandat na sansem ho rekening te ye voer prudent beleid. En dat is wat er is gevoerd. En dat is wat we zullen blijven voeren. Prudent beleid heeft ons gebracht naar een punt waarbij wij kunnen zeggen, dit boekwerk is er. Een boekwerk van 2 jaren regering van Toki Brunswijk. U bent niet onbekend met boekwerken. U bent door eerdere regeringen al een boekwerk voorgehouden. Echter, en we hebben de digitale versie hiervan op de gov-pagina. U kan gaan naar gov-cds, dan gaat u dit vinden. Als u echter door dit boek heen bladert, gaat u 3 fases zien. 1. De herstelfase, dat psa, de nobaka. 2. De stabiliteitsfase, dat is waarin wij nu zitten. Zet structuru, mixankom. En 3. Dat is de laatste fase, de fase van groei. Een fase die we hopen dat we nooit meer verlaten. Want wanneer deze regering werkt, werkt deze regering aan constante groei. Oesapsa geschiedenis leren. A geschiedenis leren dat de regering bouw op. De bakarat waar regering kon. Paarse signatuur. Nyamala moni. Spenwalo. Pot wam chinso moni goin wan tus masaka. Dat we drop. Dat we libi wan soort schijnwelvaart. Dat na laatste jaar van vorige regering. Wan soort schijnwelvaart pe a jerslik ego. Pe a koers. Te iluku. De eshtak bangi skrif seife. Maar no am presa kondre a koers a bangi a dala de fin gisebi. Tak eigenlijk garantie voor toen, we moesten langer monie die wanko do cambio isabete. Die bereipt zijn Johannes Mungerastraat. De ene bij mij rijdt niet eens maar boom vast in Johannes Mungerastraat. Omdat wagi ben tringi den strefpotis, maar we go sribi drape voorbij broodnodige US dollars. Dat hebben we nu niet meer. Toen al was de koers 22. Nu is de dollarkoers. Diezelfde 22, maar overal. In uw cambio piwa rego rei baidala, rego rei baidala, nono, de dalai nak dagu. Dat is vertrouwen en stabiliteit. Dus als u dit boek heen doorbladert, zult u in die 3 fasen een stukje realisatie zien. U zult de begroting zien. De begroting van 2022 houdt in sana de moni sa gralanti o geef uit. Men nodig alasma uit sa ap voor kritiek tapa regering dis. Dis na afasi fa yu kritiek ka jepi. Ef u volg a begroting, de volg sa tik aan. Dan, je volgt ook toe dat een begroting, een olosarina begroting, een risico maar op zien. Maar dit is nou een boemfasie voor volg garantie. Lukt dat oké, zij podja in een boek, een pisrealisatie, zij podja, zij kan go volg naar je. Eind van jaar, ik hoor dat aan de kant, lukt dat oké, somme moni hebben potta bij begroting, om in realise. Die bladder go door de door op pagina 21 van boeken dis. Dat is 3 kolom. Maatregel, doelgroep, nanga beleid. Abun verlies dat. Omdat ajer story no di na buku. Ti luka eerste kolom maatregel, dat luka eerste maatregel. Min op sadala, mam op sawang. AOV verhoogd, dat bij de maatregel. Tim luka doelgroep, alle ingezetenen van 60 plus, dus alle 60 plus er kies dis,
en dat na circa 70.000 sma. Abende 525 SRD. 2022 Gralanti open gua 750 na ngabun voor van verre short chatvis verkiezingen door 525 open gua 750. Juni 2021 open gua 1000. Maart 2022 open gua 1250. Filuku godoro. Ika luku alla ding tulage sangi. Financiële bijstand voor mensen met een beperking was lang 325 SRD. November 2020 dubigi op een money ubingi chara verlichting kong adoro 500 SRD. Juni 2021 voor 500 dat jump was 750. Maart 2022 etewan 1000 SRD kong en adulgroep dati smanang om beperking kies gomit 1000 SRD gomit 1750 SRD. Moto voor 325 SRD. Dat je praat bunyunsu de ewan, praat in Godoro, want dat laatste bunyunsu, financiële bijstand zwakke huishoudens, dat want dat die dienwa ozo, je ne verdien nofo ine ko uit, abende 33 goluan gezin. Is mij klagen dingen zijn 4 keer duurder geworden. Zwakke huishoudens kregen 33. Ik wil hem gieden 4 keer abogee 120, ik wil hem gieden tilis moro, abode 333. We unegiden 333. Unegiden 20 mal moro toen, dat wordt 600 zoveel. We giden bijna 40 mal moro. Vanaf maart 2022, zwakke huishoudens, ik kies tussen 1000 en 1250. Zo, ik kan godoro in een boek, die is lisi. Kufet naku. Morelijk 100.000 voedselpakket prati. Omdat kufet naku, no verus kimpes, man no be mango na oroko. En misabi? Small actie. In concreto, small actie tak ima faka. Ako fet steun yon, we weru skin. Mi mus bid mi verontschuldiging aan. Gomit abegroeting, gralanti no be maseki. Ma ako fet steun breng een kaart. Des ma sabem kisi, de man be kisi. Dus engelang na de laatste mung sons mam kisete. Mi kan pram misu tak wo kiseng. Abegroeting keurboom, wo kiseng. Gralanti ne mi grap nang asandat. Ete wan doelgroep de. Fus ma se ta actie. If de mango kisa moni des masa woroko ina sorak sektor. Mi wanu sabitak ini wans masa woroko na biu hisa yepi amoni ekom. En na jugu sande na de verplister garalanti lo se op. Ombat afisi sati de ete president Chandrika Persat Santo Kitaki. Ano kang tak ude do upsa apina fuku fit pas. En na enige groep sma. Kom nou taka enige, want wale groeps ma jepi, maar de frontliners uit de zorg jepi, dan ook kan taks ma in de zorg hee, aber vier ita garanti, no wang of ne gunde, no kwet. Dus mi wang, stel des ma tevreden. Lek vra garanti, luku des ma in de zorg tradi, en gi des ma in de zorg grong, en garanti no gi, tak ai teki kado, nee, u heeft er recht op. Alla tras ma actie grond, u gaat het krijgen, iedereen die een stukje grond heeft aangevraagd, kleiner dan 500 vierkante meter voor bebouwing en bewoning. If you actie. En nooit eten you no be abi ano. Taki be abi de serie of I be abi de bouda. I suku eten. Nee. Nooit eten you no be apuan santapine me pramisi. A regering die zo sorgu taki kiesing. If I actie. Tuinbouw, je actie bigi prangrong, dat doe niet, doe nou de eten. Maar als je 500 vierkante meter en kleiner, je go kiesing. 100. Dat nou een garantie zou ik. Dus, hoe aantegi des mij in de zorgsector ook tot je bij kom. Hoe aantegi de onderwijzers, dat garantie die opdracht die de. Dat hey, a cluster team minister, moes go tak na bond. Dus de bond zijn nu nu de. Kan de neer vier in tap den gemak. Of kan de aba vier tak de buiten gesloten. Tak de doe ak kragis refi. If je potjes arki nu nu de sabi. Tak if je de nou antara vakbond. Verbonden aan het onderwijs. En je aba vier tak garantie psa in een onderhandeling. Mi kan pramis you. Die de neer psa. Fossiere wan piki. O ting a onderhandelingsorgan. O kar you kom.
voor de juiste eterie. Garantie niet dat je een bond noemen. Een verschillende bond, een erkende bond, in een omgeving en alle de bond op een boom of als je het chade schreef en de lieden snap naar de bakken, probleem niet. Dat garantie de verplicht voor deel naar alles. Dus garantie, zet asandat in. Want dame actie me, mijn afkarine, is sapsuma naar je mevrouw. Mijn wan permissie, tak je kari, no go ando van mans ora. Garantie tak die de ete, gea opdra, tak naar alles. Wan crisis management team de, want we jompo go na tori fa elektrano. O liba buku, a buku dis de te verkregen, ik akse aan, maar a de digital te go tapa e-gov pagina de borogwa CDS de shama iemand download aman. Oké. Okay. Wan san epsa, nanga energy tarif. Alas ma sapta ka energy tarif sa we pay nou, ana tarif sa mus pay omdat stru moro diri. Saranambe kan duan tu san. En wansan sa saranandu. So wantak ihor bung na yu prakseri. Garalanti tak lukus odu. Amoro bigi deel fun een gebruiker. E besta uit zwakke huishoudens of sma. Sa abe moeilik banunu de. Dus de maatregel sa garalanti tek nunu de. Nataka moro bigi groep sal worden ontsien yo tampai akkodo 50 SRD sa ibe pay na datjo paikba. Tanga 250 kilowatt amoro bigi groep. Dat na sa yo pay 50 SRD. Garalante luku yusking. We begrijp tak verhoging, tap verhoging. Was na opis realiteit. Te we warak tak eunom luku guanga baka achteruit keek spiegel disneng. Dis na sang psano baka potu ini. Tak uneman pay de san moro tak sama pay tak wan deal. E kontap yus kouru. Ma garalante luki. Garalante luki. President Chandrika Prasad Santokhi heeft de opdracht gegeven. De moro swaki huishoudens, de moro smara skuru, no kan show dalai, horen drapen na energie tarief. Dus, om musabi, tak te gomit 250 gralante luku yuskin. Daya puan, traklasse gomit 400, wa gereduceerd tarief de. Pegaralante luku nunu de tak a reduksie sa we du, a luku sa we lukis king. We haren gut ta december nunu de, ma we luku efunoma haren gup chimoro fara. Omdat garalante tak eres licht in de tunnel, ma we fir sa e firi tak. Te era san eres licht in de tunnel, je sa fa bu fara. En da ino man permiter yu moro. Dus lik fa garalante hora benzina prijs gino. E hora prijs kunstmatig lagi. Alla demoni. Alla demoni sa staatsoli e verdien extra. E pot baka ina benzina prijs in sa a benzina e kostura. Tjuka abe om tjinsom morobum. Zodat tewe golai a pompu prijs e hori. Want het is duurder in het buitenland. Wij houden het hier. En we hebben een groot probleem. Want smees mokalu oligwe. Maar garante fit asan dat u. Omdat u sabitak u muslu kusking. Dus tewe jeres mee doan tu politieke praatjes. Probeer fu dungru ai me begu. Luka realiteit. Garalante hora benzine preski. Ahi, garalante horen drape van no komoro hi. Fusan no go ongebreidel. A strum pres de, a deki, garalante horen drape gi. Weyere, weyere. Dalek uamiku arkapisi, fu masra abelifo. Im sabi, takwe setenso. A herstructurering fu IBS nou a most. Want crisis team de drape nunu de. Want we jere kragi dans ma fintak kan de IBS mandrai wam chinso moro efficient. Dans ma fintak kan da strum pres kan de wam chinso moro. Da wan yo har yo trusu de about wa accountants rapport. We fu digra lanti tak unuan noan jugu jugu about wa accountants rapport. We da stel wan komisi in fu luku san tru ina accountants rapport. Sana de inefficiency sa de werkelijk ina organisatie. A organisatie moest op voor directeur, toen noemde de, waardoor we zo inefficiëntie ekon. A organisatie moest kap en dealen. A deal voor ogenen moest de one piece aparta. Distributie moest de one piece aparta. Opwekking moest de one piece apart. Voor die organisatie moest praten zodat de organisatie kan worden komoro gestroomlijnd. Zodat tegen pay stroom in af, brokkie ede, tak je pay stroom, omdat wa lisi, was meepot wang, if no, ukutiki as meepot bakasi fa wagi, das meego ukunanga wagi, da yun pay feng, want asana te koina stroom pres baka. No, kwet kweti. Dus dat stukje daar komt.
En om u uit te leggen wat u te wachten staat met betrekking tot die stroomtarieven. Hoe de staat inkomt om het grootste gedeelte van de bevolking te beschermen. If you are money, kuno horus refaspotu. If you are welgesteld, kuno horus refaspotu. Yogo paifa stroomprijs. If you have one MKB, sana bakabonyo fa gemeenschap, want midden of klein bedrijf. Garantante luku yuski yo pay minder stroom. Maar if you are wallo wallo money, no werus king. You man pay for your stroom. If you man go am chin somoro soyna, go pchin moro soyna. Ma pay your stroom. U sabi taka furu, ma you know a groot verbruiker, you know a groot verdiener. En u ne bagatali serier, eh? Omdat you aba recht for up money. Ma nga recht for up money. A plechte konto fu pai fu sae verbruik. De moros maras kuru no manshowe. Nemek wechara pishepi kondrape. Kugo arki masra div abelieve. Te enge leghuit. Fagralanti ekonanga plan fu. Ontsi den zwakste schouders. Zodat alles masae verbruik. Telek 250 dinwa faki. Pedeme pai 50 SRD. Alles masae verbruik. Telek 400 dinwa faki. Pedeme pai sofuru. Kugo luka pistolat. Er is vooral gesproken over de aanpassingen, de tariefsaanpassingen van de stroomprijzen. En een van de belangrijke zaken is ook als onderdeel van de overeenkomst met de IMF dat dit gefaseerd wordt doorgevoerd. Te beginnen dat per juni 2022 15%, dat is dus over het tarief, over huishoudelijk, niet huishoudelijk, grootverbruikers. En dan per september 2022 nog eens 10% aanpassing. Belangrijk hierbij is ook te stellen dat de bedoeling is dat we dus rond december, januari, dus eind van dit jaar, over zullen schakelen naar een periodieke, kwartaalsgewijze aanpassing. Op basis van natuurlijk de ontwikkelingen op de oliemarkt, zeker als je kijkt naar de barrelprijs en het effect, en natuurlijk gekoppeld aan het vermogen, de ruimte aan subsidie die er bestaat om dat allemaal op te vangen. Een belangrijk punt, additioneel, is ook te noemen het overbruggingstarief, welke geïngevoerd zal worden. En het overbruggingstarief is vooral bedoeld om een grote groep van huishoudens, laag inkomens, middeninkomens vooral, maar ook waar het verbruik zo rond onder de 400 kilowattuur per maand bedraagt, dat voor die groep een overbruggingstarief zal worden geïntroduceerd voor een jaar, lopende vanaf 1 juni 2022 tot en met 31 mei 2023. Dit overbruggingstarief houdt in dat tussen 0 en 250 kilowattuur per maand een vast bedrag betaalt, 50 SRD. Niet minder, that's it, of wat je zou noemen flat rate. Alles wat je verbruikt boven 250 kilowattuur, daarvoor betaal je 2 SRD 50 per kilowattuur. Dit brengt natuurlijk dat het verbruik, vooral mensen die onder de 400 zitten, dat je daardoor voordeliger uitkomt. En betekent ook, dat moet ik er direct bij zeggen, dat het overbruggingstarief niet wordt aangepast in september. Dus wanneer ik praat over het overbruggingstarief, is dat gewoon voor een jaar geldig. Geen aanpassing in het tarief zelf. De bedoeling is dat we gedurende de periode vanaf juni tot aan december, wellicht, maar liefst korter, iedereen die wenst in aanmerking te komen voor het overbruggingstarief, dat die zich gaat kunnen registreren via de website van de EAS, de Energieautoriteit Suriname. En belangrijk is dat we natuurlijk een bestand opbouwen. En met dat bestand is het de bedoeling dat vanaf januari 2023 gefaseerd deze groep wordt overgezet naar een, wat je echt zou noemen, een typisch subject-subsidiesysteem, cash transfers, we noemen het ook wel een lifeline rate, waarbij de mensen gedurende de periode januari tot aan mei 2023, dan geleidelijk aangefaseerde overschakeling plaatsvindt, zodat na 31 mei 2023 het overbruggingstarief dan ook stopt. Maar dan in de tussentijd
zijn de mensen die zich hebben geregistreerd. Uiteraard moet je ook wat onderzoek doen. Horen de mensen in deze groep tot dit bestand? Er zijn wellicht ook mensen die zich registreren die er niet bij horen. Dus je moet dat natuurlijk nagaan. En dan is dus in die periode dan geleidelijk aan deze groep overgezet naar wat we noemen lifeline, maar meer nog. En dat is voornamelijk met cash transfers, waarbij de mensen dus een bedrag overgemaakt, toegekend krijgen vanuit de overheid, om te helpen hun rekening te betalen. Dat is dus uiteindelijk het doel waar we naartoe gaan. En dat is dus wat er gaat gebeuren vanaf januari. Maar in de tussentijd, en daarom heet het ook overbruggingstarief, geldt dus voor deze groep een tarief van 1 juni 2022 tot aan 31 mei 2023. Tussen 0 en 250 kilowattuur nogmaals. 1 rate, 50 SRD. Alles wat je verbruikt boven 250 kilowattuur is 2 SRD 50 per kilowattuur. Dat is dus wat het overbruggingstarief vooral zal inhouden. We hebben dan net kunnen kijken naar de uitleg van de heer Dave Abelieve. Als hij ons uitlegt hoe de nieuwe energietarieven zijn opgebouwd en wat u als burger mag verwachten. Noem ik maar Kori, noem ik maar Freddy, noem ik maar Sai Panik in uw idee. Ik heb een garantie voor u, uw promissie te zetten. En kan de Gopchin Slu onze verontschuldigingen daarvoor. Maar City, dat ook City. Alla wiki u de javlegi uitvast aan de City. Noem ik maar Tant Koryu, noem ik maar Tante Gilolos. Download dat boek, go op de website, Lisi. En me schisma sana Lisa buku etc me krigeri tak ya sana buku sana disi mami gado ino Lisa her buku ku Lisa buku do takino bladzijde no de seka opo sayo temi tak e asans nego luku me opo an bladzijde hoon me opo an bladzijde herstructurering van het politiekorps Suriname hoon me opo an bladzijde pegralanti tak e uno danga jugu era a korps op een bepaalde structuru a korps op een bepaalde fasifa a korps mu sider uit. Afasifa uwana korupsi doroit. Afasifa uwana korups charen serefi. Ano so marube tak politie is onze beste kamerad toch. Afiri dat im abi tak te wan skoutu kong. Yusako losop. Imus man bel skoutu nanga brat kanti fimofo. En on tak imus se kos den bakatcha. Want de politie hoort onze beste kamerad te zijn. Je moet erop kunnen rekenen dat dat proper afgehandeld zal worden. Tegua skoutu. Soms krijg je de. Maar dis na enige afasifa uka rokoning. Dus ja. Ook bij de korps douane, interim management team. Nationaal leger, daar, bevelhebber aangesteld. Alle de gewapende machten, Garante Luku, DNV, nieuwe leiding. Alle de gewapende machten, Garante Luku, dat ook zo kan doen, herstructureren, voor zit kondrep, chins op we zitten. Atrasant Samus City, na Peace Financial Inclusion. Iniwan sma, musman, kona emoni, en iniwan sma sa noman kona emoni, garalanti mus luku an fasif sorgu takas makisen. U karde verrichtinga ina buku pagina 21, dat na eerste pisiere. Na eerste pis fa buku ikan bladere yo shisani. Buitenland wan president Diego, a president man gohona tra kondre anafus pantak efa gwa wan kondre, bigi manga gongolong moto yota plin fu arresteren. Akan go pe awani ala kondre, dat na president so abi. Dan, te luku ina buku, en ik gomit apis kinderbijslag bijvoorbeeld. Dat je het aan het tapen aan dat je kinderbijslag je kies toen zie laten. Garalanti lukunu tak, fa garalanti kan zorgu tak je kies je kinderbijslag op tijd. We garalanto konan gaan karta. Mi wa lehu uit, ma minister voor sociale zaken ka lehu uit morobum. Kogo luku, minister Ramsaran, te e lehu uit, fa a financial inclusion o kontena yu mofodoro. En efi ne begrepe ete no kopi edere. Informatie na ja eme ki wocharenko, moro wocharenko tap stratif tak nangas ma fulex ma uit sa akarta ohoen. Urus mo kisa karta, jongus mo kisa karta, swaka huis ouden so kisa karta. Ini was mo yoman go pen huuna karta yoman, payang a karta wan, telanti mus payi. Den beri kita garanti inefficiency van de oefere tu bekara sanda to. Te ibe wala nga wamoni gi waman astuli, de teka moni, pota moni go inu an kofru, abra bigi sula, guastuli nanga mondat langa monigama nugra lanti abakarta do sopsano de wenkrina stuli ala de presidat
Ook is de kaart die er ook toe tactiek gaat, een keer dat je kan swipe, bam, pay gewoon, moet niet dat op een kaart. En graag dan toch zo goed dat je euro kan. Kogo arki masaran amsaran, de engele goed uit. Fa, we komen moro efficiënter. Fa, we kan suku, fudoro, a pisa, we kan financial inclusion. Zoals we allemaal weten, SOSAVO heeft er naar toe gewerkt dat vanaf de eerste dag dat wij aantraden, dat we inventarisatie hebben gemaakt van hoe kunnen wij eigenlijk ervoor zorgen dat wij zowel effectief, efficiënt, maar zo ook de samenleving beter en sneller bereiken. Bereikbaarheid speelt dan een grote rol daarin. En in deze, als we kijken naar de verschillende uitkeringen die we uitbetalen aan de samenleving, is een van de grootste uitdagingen logistiek. We gebruiken de term explo-kosten. Als we daar naar kijken en we kijken naar geheel Latijns-Amerika, we kijken naar al onze buurlanden van hoe dat allemaal gebeurt, is het geen nieuwigheid dat wij zouden moeten overstappen naar een giraal betaalsysteem. Financial inclusion is natuurlijk een groot onderdeel daarin, waarbij als we kijken naar de verschillende sociale zwakke huishoudens, we kijken naar de mensen met een beperking, zo ook alle seniorenburgers, etc., dat we ervoor willen zorgen dat deze mensen dan niet of niet meer of geen last meer hebben van achterstanden. Achterstanden waren een van de grootste drempels voor sociale zaken en volkshuisvesting, waarbij we nu wel al het werk uitzetten om de betalingen dan af te ronden. Maar wat zullen we dan in de toekomst moeten betekenen voor de samenleving? En daar speelt financial inclusion een grote rol in, waarbij we kijken naar giraal betalen van de samenleving. De president heeft wel een groot verzoek gedaan dat het niet alleen gaat om het bestand van sociale zaken en volkshuisvesting, maar hij het breder zou willen hebben, waarbij de eerste steenlegging, het fundament, dan wordt gebouwd met de doelgroepen van SOSAVO. We hebben dan breed daarna gekeken, apart van dat wij toen een MOU hadden gesloten met de Vereniging van Bankiers en dat er daaruit is komen uitrollen dat er straks een gesprek zal zijn vanuit de president, de regering bij deze, met de Vereniging van Bankiers, dat SOSAVO ook de opdracht heeft gehad om te gaan oriënteren van hoe het gebeurt in onze buurlanden. We hebben toen georiënteerd en we zijn onze toekomstige partner tegengekomen en dat is Mastercard. Mastercard, een internationale organisatie die bekend is met Latijns-Amerika, waarbij een van de landen die overeenkomen met Suriname is Colombia. Als we kijken naar hun betaalsysteem, hun sociaal beneficiary program, hebben wij dat gedeelte dan bekeken en gezien dat het goed past in Suriname. Wij noemen het dan de SBP, Social Beneficiary Program, SOSAVO, waarbij SOSAVO heeft gewerkt met onze partner. Bij deze hebben we als betaalpartner de SPSB, de directeur Marcel van Kooten, met hem hebben we vaker gezeten, met nog andere externe deskundigen als interne deskundigen, met de directie van SOSAVO. En we hebben dan tot heden dan, vandaag uiteindelijk, een volledige presentatie mogen doen van een betaalsysteem bij deze SOSAVO Social Beneficiary System. En dat zal ervoor zorgen, 1, dat het efficiënter aan toe zal gaan, effectiever en de bereikbaarheid, want we hebben commitments gemaakt internationaal, waarbij we ervoor moeten zorgen dat we de bereikbaarheid dan echt in de samenleving dan effectiever en efficiënter dan aanpakken. Dat zal ervoor zorgen dat in de toekomst elk persoon startende met het bestaan van SOSAVO in aanmerking kan komen voor een groeirekening. Een groeirekening betekent dat met low standards KYC, dat is Know Your Client, alleen met uw ID-kaart en uw bewijs dat u uitkering ontvangt van SOSAVO, dat u al uw basisrekening, uw groeirekening zou kunnen openen bij SOSAVO. Let wel, het is niet een basisrekening, want daar werkt de Vereniging van Bankiers aan. Het is een groeirekening, SOSAVO groeirekening, waarbij we u helpen. We zeggen aan u, aan de samenleving vaker, we willen u zelfredzaam maken. En bij deze, van zelfredzaam naar zelfstandig, dat u in de toekomst ook een ondernemer mag zijn. Dus we geven niet alleen maar vis, we geven bij deze een hengel. En een hengel is dan een groeirekening dat we dan de samenleving dan zullen aanbieden. Simpelweg, tot in het binnenland, zowel kustvlakte, dat de mensen in de toekomst niet alleen de uitkeringen, maar ook de financiële injecties dan kunnen ontvangen vanuit de regering naar hun toe. Dus sowieso, we hebben broken at your money. En dat bedoeling, heer Alphen, dat if we look at her systeem, dat analyse aan binnenland, en kies aan money lati. Alla lisi a binnenland, dus de uno brader aan safa a binnenland, if de mamus kong na paramaribo voedoe de man inkopen, dat de mamus giso voedoe uit, vergeleken aan awarde sa de man bij. Dus a bedoeling na, in a toekomst, dat dadelijk uno brader aan sisa a binnenland refi, dat de man kan doen a transactie voor persoon, komit persoon, you kan abra you money go, je bel je familie of je contactpersoon na paramaribo, dat je simpelweg sa de mamus bij, en je zin in kon lek vraag, dat na 1. 2. If you have family na Dorosei, noonde SOSAVO e luku furoko sama na nga Mastercard. Dat betekent dat dadelijk uno familie na buitenland de manka abramoni giu tu.
heeft de maar ook geen ondersteuning. Maar hoofdzaak in die zin, alle lezen hier dat ik wel achterstand heb. Alle lezen hier dat ik land in een paar laten. Nange systeem die zie, alles maar, zowel binnenland als kustvlakte, in de toekomst kan kiezen money alle moen. Dus alle de pikie money, alle de potis maar money, alle de mensen met een beperking money, nange alle senioren, burgers, dat naar de ouders maar money. Dus alle de voorkategorie is alvast. Maar zo ook toe, want we hebben zo'n avond apart voor de uitkeringen, een paar jaar beloofde bedrag, zei president meteen, een percent voor 300 om 300 SED. Nu is het zo voor een paar jaar dat hij uit toe, omdat we op de middelijke ba. Maar dat hij in de toekomst, dat in december, door een vantraad, door een feestdag, door een president, dat hij zegt, we hebben dus maar iets met een lekkers, en een pakket met lekkers financieel, dat president kan geen injectie via het systeem dat hij toe. Dus dit om zorgen dat we nu braden aan staan, zowel in het binnenland als kustvlakte, kan dit onderdeel van financiële inclusiviteit. Ieri fu minister fu sociale sa ca fagralante se tapis tornat. O moi sani, o moi tori. O as meta ken serefi mi briti. Tak we kon so fara, tak cinso cinso yesha on tuke linge kon. En dala ki o kisi o karta. Dala ko luku pe u efiti, fagralanti ka yepi. Ma moro moi sanna, te garalanti konanga den, we tak de 200 proek, 60 ho furoit, 60 preso bigi furoit ina yari dis. Garalanti duon tu moi san fu sa unie ieri. Isap tak garalanti apuan proek. Fia minister voor AWI. Toen heb je de minister Kuldeep Singh. Dan, a minister dat trino aan tu jongen. Minister Kuldeep Singh langa na een machine gineng. De me euro kon unu de. De me mek de ma igi money. Dus te, je luku tak ii, geralanti edu de bigisan fuchara economische stabiliteit. Im sapta kwe du aan tu pchimchin santu. De pchimchin san se mek verschil in smalibi wedu deng. Manu wocha den komora fesi meki sapsa wedu. Maar ik vier tak iwe se tem chinso chinso. We roko tranga. En kan de ane go altijd iwe snel. Mi bid mi foran school de hinga anga pistor dat ik ba. Want soms ane go iwe snel lek say wani. Ma ay go. Chinso chinso. We se tem. Darmi se we gekomen aan het einde van deze aflevering van Tori Fu Awiki. Ik wil u beloven dat u dit boek nog vaak gaat zien. We gaan delen hieruit halen. En bij elke Tori van Wiki gaan we een deel daarvan eruit halen, zodat u weet wat deze regering doet. Wij als regering zijn uw verantwoording verschuldigd. Ik als woordvoerder van de president, die voor en namens de president praat, mag u, moet u altijd correct informeren. En op elke vraag die u heeft, antwoord geven. Ik weet dat mensen vragen sturen via Facebook, blijft u ze sturen. Ik weet dat mensen kritieken leveren, soms zik ze, soms zik ze niet. Maar uiteindelijk, iedereen doet kritiek omdat je blok. Nou zo, je kunt iets geen. Daar hebben we geen boodschap aan. Maar even een verbeter was dat niet. Zijn er kritiek in mijn DM? Want de regering is nou een regering, zei Arki. Een woordvoerder is nou een woordvoerder, zei Arki. Met rangen je ze soms, mis abi. Maar met Arki, met ik denk kritiek en met charen go mee. En te kritiek kon ze omtjamee go tapa stoer voor president. Dat we charen go tapa tafra voor president. Dat we langengi president. Alsjeblieft president. Kunnen we dit een beetje anders doen? Kunnen we dit aanpakken? Dus blijf je kritiek leveren waar het verschil uit kan maken. Nou, laat het zomaar. Irina boto, para boto samen naar ons. Kugo vooruit. Want dat is de enige plek waar we willen gaan uiteindelijk. Niet voor de volgende verkiezingen, maar voor de volgende generaties. Abos Kopu, altijd naar lobby. Alvin Roosevelt, woordvoerder van de president, signing off. Tamboe.